Hey, hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een review van Carfeeling. We gaan het in deze review hebben over wederom producten van Poseidon. De vorige review ging over de SAR bobbin. En toen zei ik al van kijk eens op hun site, poseidonangelsport.de. Er staan nog veel meer leuke artikelen op, veel slimme artikelen. Ik zit nu op een kraakheldere put. Ik heb een weekje visvakantie, dus ik heb de producten uitvoerig kunnen testen. En ja, ik mag zeggen dat ik behoorlijk met de neus in de boter ben gevallen. Ja, je zult het niet zien, maar het is behoorlijk rood. Het gaat over een multi-lood systeem, een toploot systeem. Toploodjes van Poseidon en we beginnen met twee leaders. Ik zal ze even laten zien. Ik heb hier een Heli outline systeem en een fluorocarbon core leader. Nou ja, die kennen we allemaal wel. Maar goed, deze is kant en klaar. Dus daar hoef je verder niks meer mee te doen. Vooral het Heli systeem, daar ben ik natuurlijk groot fan van. Het is safe. Het onderlijntje zal bij lijnbreuk ten alle tijde gewoon loskomen. En het zal het hele spul zal die kwijtraken en heeft dan alleen het lijntje over in zijn bek. Het andere systeem moet je even aanpassen en dan is het ook gewoon safe. Het is een meter lang, het is super dik en toch super transparant. Onder water zie je het gewoon niet. Het heeft me ook heel veel vis opgeleverd hier, ondanks dat het water kraakhelder is. Die vissen zijn echt niet gek, die zien alles liggen. Ik heb het zelf meegemaakt. Dit zijn dus gewoon twee mooie producten. En we gaan verder met het multiload. De vissen hier ben ik achtergekomen in het begin, ja helaas. Dan heb je twee losjes en dan ga je nadenken van hoe kan dat. Dan moet je systeem gaan aanpassen. Ik heb een grotere haakmaat genomen. En het multiload van Poseidon eraan gemaakt. Ik had het toch bij me. Ik zal het even laten zien. Het is een vrij lomp systeem, vond ik zelf. Met tierenlantijntjes. Maar het helpt. Dit is het andere systeem. Het is mosgroen en donkerbruin. Twee kleuren dus. De gewichtvariatie is van 85 gram naar 227 gram. Dus ja, pik je gewicht uit waar je graag mee vist. En natuurlijk de situatie waar je in zit. Ik heb deze week gemerkt dat zodra je dus een beet krijgt en je hebt de vissen op 100 meter, dan zie je ineens het lood halverwege bungelen. En dat betekent dus dat het is losgekomen en niet bij de bek. En als de vis dan zeg maar met het lood schudt, dan zou die haak eventueel los kunnen komen. En daar is nu geen sprake meer van. Dus dat is een goed teken. Ik denk dat het systeem daar ook voor bedoeld is. Dat het lood vrij snel loskomt. Maar niet verliest. Dus het lood kun je gewoon later weer gebruiken. De toploodjes die komen ook in dezelfde kleuren als het multiload systeem. Ook mosgroen en donkerbruin. Ik zal ze even demonstreren. Dit is de mosgroene. Ze komen in een verpakking van 3. Donkerbruine. De gewichtsvariatie is 21, 28 en 42 gram. De onderkant van die toploodjes die is plat. Dus als het goed is blijft hij op de bodem rechtop staan, zodat de lijn van de bodem af blijft. Mocht je onverhoopt vast komen te zitten, dan komt het bovenste gedeelte van de toplood komt los. Zul je dus geen lijnbreuk riskeren. Het gedeelte dat je in de lijn hangt, dat is roestvrij staal met een hele gladde coating. En het voordeel daarvan is, ik heb in het verleden wel toploodjes gehad met een rubberen oog. Ja, en als je dan aan het drillen bent, dan kruipt dat toplood op een gegeven moment naar boven toe. En dan zit het op een gegeven moment aan je topoog van je hengel. Met een beetje pech, dan draait je lijn op een gegeven moment om de topoog van je hengel heen. Geeft de karper een zwiep met zijn staart. Klapt hij gewoon dwars door je lijn heen, ben je alles kwijt. Nou, zulke dingen doe je echt niet. Ik heb het gelukkig nog nooit meegemaakt, maar ik heb de verhalen er wel over gehoord. Nou, het zal met dit toplood zal het niet gebeuren. De coating is gewoon super glad en het lood, heb ik gemerkt, glijdt altijd naar beneden. Het is gewoon weer een heel mooi product. En als laatste hebben we het over het multifunctionele toplood. Nou ja, het toplood dat kennen we allemaal wel. Dat hangt aan een draad voor je hengels uit. Zodra je beet krijgt, dan neem je de hengel op en valt je toplood eraf. Zodoende heb je dus geen toplood meer in je lijn hangen. Ik zal het even demonstreren. Hier zit hij in een verpakking. Er komt een vliegentouw handgreep bij met 10 meter koord. En dit is het systeem. Je krijgt er
gewichtje bij. Gewichtjes die variëren van 30, 60 en 100 gram. En dit is de floater. De floater die kun je goed afstellen. Hier heb ik een centimeter of 15. Maar je kunt hem ook een meter maken of 2 meter. En dat is dus bedoeld als je voor bijvoorbeeld in een kanaal zit te vissen. En je hebt bezalblokken beneden of andere troep, stenen. Dan wil je niet dat je toplood ertussen blijft hangen. De floater die zorgt dus dat je lijn boven die bende blijft hangen. Ook met planten bijvoorbeeld. Als je allemaal planten voor je voeten hebt, ja, dan is het gewoon lastig om je toplood ergens te droppen met zo'n lijn. En dit is gewoon ideaal. Die floater die blijft gewoon boven die planten uit. Die lijn blijft vrij. Als je een beet hebt, dan zal toch de lijn vrijkomen. Ze hebben er een sleuteltje bij gedaan. Dan kun je hem hier, ik weet niet of je het kunt zien zo met de zon, kun je de weerstand bepalen. Dus ja, zit je op een vijver, dan hoeft die weerstand niet zo groot te zijn. Maar zit je op stromend water, ja, dan wil je niet dat je lijn elke keer eruit schiet. Dus dan kun je hem goed vastmaken. Er is gewoon goed over nagedacht. En jongens, kijk op hun site. Ze hebben nog veel meer leuke producten. En vang ze.